Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ook in deze aflevering val ik in voor Jelena die er helaas niet bij kon zijn. We hebben vandaag een bijzondere gast in de studio. Maar voordat ik overga naar mijn gast, wil ik u even meenemen naar het thema van dit gesprek. Het is namelijk deze week de Internationale Dag van de Vrouw geweest. En daar staan we dus deze week een beetje meer bij stil. Omdat hoe je het ook duidt, verkeerd met zelf vrouw. Dus het is natuurlijk altijd bijzonder als er een dag aan jou gewijd wordt. Ik weet ook wel dat er een Internationale Dag van de Man is. Maar daar praten we vandaag niet over. Volgende keer. Vandaag zijn de vrouwen aan de beurt. En ik heb daarom ook een vrouw te gast in de studio. Als we praten over de Internationale Dag van de Vrouw, dan kun je natuurlijk uiteenlopend antwoorden van ja, elke dag is Vrouwendag. Waarom moeten zij een speciale dag? Want er zijn zoveel andere groepen. Dat klopt ook wel. En toch vind ik het belangrijk dat we even stilstaan bij die dag. Omdat, hoe je het ook duidt of keert, er nog steeds veel ongelijkheid is als het gaat over vrouwen en hun rol in deze maatschappij. En daar staan wij ook bij stil in dit interview. Goeiedag, Suzanne. Dag. Ik moet je eigenlijk noemen, Suzanne, ik moet je naam eigenlijk zeggen, hè? Suzanne Hek. En je hebt best een moeilijke getrouwde naam, maar we gaan in het kader van onze gendergelijkheid, een internationale dag van de vrouwenweek, hè? Okay. Toch even stilstaan bij die meneer zijn naam die je hebt gekregen op die mooie dag. Dus wat is je getrouwde naam, Suzanne? Ik ben Suzanne Leon Shenchu Hek. Ja? Oké. Okay. Leon Shenchu. Ik ben blij dat jij het hebt gezegd en dat je me hebt geleerd hoe het uitgesproken moest worden, want ik zou helemaal verrammelen in die naam. Maar goed, precies. Laten we alvast even kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf. Ik ben Suzanne, leerkracht van beroep. Ik heb 3 prachtige kids. Qua gedrag heel wat kopietjes van mezelf, maar ik kan het wel aan hoor. En, heel confronterend. Ja, ja, precies. Okay, uh-huh. En hoe oud zijn je kinderen? Ik heb een zoon van 9, ja. Een dochter van 6 en een dochter van 2. Oké, okay. Wauw, je hebt ze in een trapje gekregen. Ja. Ja. Heel mooi. En dan ben ik klaar. En dan ben je klaar? Ja. Duidelijk. Okay, voor het geval mensen het nog niet wisten. Precies, nee, is klaar. Ja, oké. Okay. 3 kinderen bij leerkracht van beroep. Ja, ja, dus dat wil zeggen, los van de 3 kinderen heb ik ook andere kinderen. Ja. En ik werk met een speciale doelgroep daar. Mm-hmm. En het is best wel uitdagend. Ja. Wat is een speciale doelgroep? Kinderen met leerproblemen, mm-hmm, of tenminste belemmeringen die het leren eigenlijk moeilijk maken. Ja, oké. Okay. Is het op een speciale school? Of, in het speciaal onderwijs. Ja. Mm-hmm. En dus, welk niveau geef je les? Ik ben bezig met de zeer moeilijk lerende groep, ZMLK. Mm-hmm. En dus daar komen problemen zoals autisme spectrum, dyslexie en al dat soort beperkingen aan de orde. Oké. Okay. Heb je daar een speciale opleiding voor moeten doen om die kinderen te kunnen begeleiden? Ja, ik los van de kweekschool, dus nadat ik de kweekschool heb doorlopen, ben ik dan een beetje verder gegaan. Heb MOA speciaal onderwijs gedaan op het IOL. Mm-hmm. Oké. Okay. Deze week besteden we aandacht aan de vrouw, omdat het de Internationale Dag van de Vrouw was deze week. Wat vind jij van die dag? Ja, als je het zo van wat sociale media ons vertelt, zeg, dan is het eigenlijk, ja, vrouwen zijn meestal wezens die altijd klagen, complaining, mijn buik, mijn dit, mijn dat. En chaos in het verkeer, dat zijn de foto's die je vaak voorbij ziet komen. Maar, je kijkt naar andere sociale media dan ik, nee, hoor. Maar goed, misschien heb ik speciale vrienden, ik weet het niet. Maar natuurlijk ook een bloemetje. Ja. Maar ik ben van mening dat we zijn geschapen met een bedoeling. Omdat God zag dat het was niet compleet. Iemand was onmisbaar voor Adam en dus vandaar dat wij zijn geschapen. Dus ja. We're here on a purpose. Oké, okay. Dat is natuurlijk vanuit een Bijbels perspectief bekeken. Ja. Dus daarmee neem ik aan dat je ook gelovig bent. Sowieso. Ja, oké. Okay. Dus het Adam en Eva verhaal is voor jou fundamenteel. Maar is dat de enige invulling aan de Internationale Dag van de Vrouw die jij geeft? Sowieso niet. Ja. Je hebt vrouwen die
heel wat meemaken. Mm-hmm. En dus vaak genoeg zien we dat vrouwen onderling, in plaats van dat we elkaar optrekken, dat we elkaar pushen, dat het het tegendeel is. Mm-hmm. Dus al dat soort dingen gaan in je om als vrouw op deze dag. Je gaat erover nadenken. En natuurlijk ook kijken waar we het beter kunnen doen als vrouw. Waar kunnen we het beter doen als vrouw volgens jou? Misschien minder klagen en meer verdragen. Ja. Ik weet niet. Zou kunnen. Ik zie ons klagen niet als klagen. Vaak genoeg niet. Maar het hangt er vanaf. Het hangt er echt vanaf in de setting. Vaak genoeg mijn ervaring. Waar er meer vrouwen zijn op het werk, gaat het stroever dan wanneer er meer mannen zijn. Dus ja, misschien onze issues, onze hormonen, ik weet het niet. Ja. Maar vaak genoeg. Het is heel fijn om die hormonen van alles de schuld te geven. Nee. Dat doe ik niet hoor. Iemand heeft me het afgeleerd. Wij als vrouwen. Ja, precies. Ja, okay. Iemand heeft me het afgeleerd en ik kan ze controleren, in zekere zin. Okay. Nou, eigenlijk die grote man daarboven controleert alles, maar goed. Precies. Ik vind niet dat we klagen. Ik zou ons praten, zou ik meer noemen dat we aan het venten zijn. En dat we eigenlijk wel op die manier ons hart luchten, waardoor we veel meer aan kunnen. Dat is zoals ik het zie. Dus je moet je verhaal wel kwijt. Je hoeft niet te reageren. Je hoeft geen oplossing voor me te zoeken. Nee. Ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. Mm. En ik wil dat je wel luistert. Ja. Je hoeft niet het voor me te op te lossen. Maar je moet wel luisteren. Dus dat wil zeggen, je moet wel met aandacht horen wat ik zeg. Mm-hmm. Maar en verder is daarmee mijn hart gelucht en ik kan weer even verder. Zo, dus ik zie dat niet als klagen. Dus ik zou dat niet als een verbeterpunt willen zien. Vooral. Nou. Misschien moeten we mannen vragen wat ze ervan vinden. Hè? Ja, dus ook. Ja. Maar ja, natuurlijk, ja, ze gaan het dan bekijken vanuit hun perspectief. Ja. Dus ja, dan zijn de meningen dan ook weer verdeeld. Ja, precies. Oké, we praten vaker over een mannenwereld. Dat wordt er vaker gezegd. Het is nog steeds een mannenwereld waar mannen nog steeds de overhand hebben. Terwijl jij in een beroep zit waar je bij uitstek eigenlijk vrouwen juist op de voorgrond hebt staan. Mm-hmm. Wat dat betreft, denk ik, binnen jouw beroep is het dus net andersom. Daar hebben vrouwen het voortouw en eigenlijk de overhand. Want ik ben volgens mij de dag nog te goed dat ik de laatste keer een man in het onderwijs heb gezien dus als meester. Ik denk dat het 99,99% wel vrouwen zijn. Voel je daardoor in een bevoorrechte positie naar de andere kant toe? Op dit gebied wel. Ja. Vroeger was het zo dat je meester had. Mm-hmm. Dat werd me verteld. Dat er vroeger meester was. Maar nu hebben de vrouwen gewoon de overhand genomen. Ja. Alle mannen zijn eruit gestapt en de vrouwen zijn erin gewipt. Ja. En dus ik wil niet zeggen dat we het niet goed doen. En je bent toegewijd aan je werk en dat ik ken vele vrouwen die dat ook hebben. Ja, waarom denk je dat het zo is, dat vrouwen zeg maar nu de overhand hebben binnen het onderwijssysteem in Suriname? Ik heb er nooit echt bij stilgestaan, maar ik denk dat het misschien kan liggen aan het feit dat vroeger je meer vrouwen en vrouwen en mannenwerk echt weet je, gescheiden werd gehouden en dat meisjes meer vooral moesten letten op de kinderen. Nou, als je letten op kinderen van je tot je werk maakt, nou, dan ben je in het onderwijs. Ja. Oké, mis jij mannen in jouw werkveld? Ja, sowieso. Ja. Wat is hun bijdrage die ze kunnen toevoegen aan de balans? Sowieso sport. Ja. Daar zijn ze niet altijd, maar vaak genoeg flexibeler in. Ja. En geven aan leiding vind ik dat mannen daar ook heel goed in zijn. Mm-hmm. Sinds ze zeggen dat het een mannenwereld is, nou dan moeten ze zich bewijzen. Oké. Dat is een knuppel in het hoenderhok. Klopt. Oké, en ik denk dat het eentje is waarbij een heleboel vrouwen, want die zijn natuurlijk nu ook schoolhoofden, zullen zeggen van, hey, dus wat zeg je nu? Want ook 99,99% van de schoolhoofden die leiding geven aan schoolinstituten zijn vrouw. Klopt, dus dat is zoals ik eerder aangaf, dat ze het hebben bewezen dat ze het ook goed kunnen. Ja. Maar dus dat wil niet zeggen dat de mannen er niet mogen zijn. Mm-hmm. Als vroeger, misschien kunnen we dat moment weer ervaren dat er een meester was
En meester komt langs aan huis en meester checkt die sociale controle. Kinderen, er zijn veel kinderen in veel gezinnen in Suriname, zijn vaderloos. Dus ja, misschien als meester er is, dan zien ze wel een vader en meester. Want het onderwijsveld kom je heel wat situaties tegen die heel erg schrikbarend zijn en ook wel triest. En we moeten eerlijk zijn dat op dat vlak vaak genoeg mannen het van zich laten afweten. Ja. En dus als er zeg maar op school kinderen worden opgevoed door verschillende factoren, onderwijs, thuis, school. En als ze misschien dat wat ze missen, als dat wat ze missen thuis de school invulling kan geven, nou dan denk ik wel dat we een eindje verder zijn geholpen. Je maakt een interessant punt waar ik eerder niet echt over nagedacht heb. Thuis alleenstaande moeders, op school de juf. Ja. Eigenlijk ontbreekt factor man structureel. Ja. Wat is volgens jou, want je zit in het onderwijssysteem, je komt ze tegen, de belangrijkste reden waarom jongens zich niet meer geroepen voelen om voor de klas te gaan staan? Niet mijn onderzoek, maar overal is het uitgewezen dat jongens eerder de school verlaten. Mm-hmm. Ook omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor het helpen zorg dragen. Zeg maar als ik een beetje ouder ben, ik ben 16 en ik kan al snelle hossel, dan hoeft mama niet ervoor, ik hoef niet op mama te zitten voor een Nike of dergelijke. Dus ze haken sneller af. Ze haken sneller af. En ik denk dat het daaraan ligt. Oké. Zou jij in deze internationale week van de Dag van de Vrouw een oproep willen doen aan de jongens? Ja, jongens, het is ook belangrijk dat jullie je best doen op school. En natuurlijk voor zoveel mogelijk je kennis vergroten, omdat kennis macht is. En laat je niet misleiden door wat de sociale media vertelt. Of ja, dat het tegendeel wordt bewezen. Weet voor jezelf dat kennis macht is. Als je weet, dan kan je ook veel meer. En dan, daarmee verleg je je grenzen. Dus denk erom, als je je best blijft doen op school, dat je eigenlijk later tot in lengte van dagen de vruchten van kan plukken. Gaat plukken. Nou, een krachtiger boodschap dan dat van een juf, moeder van drie, vrouw van meneer Leon Shinchu. Ik heb het goed gezegd, Leon Shinchu. Sorry meneer Leon Shinchu, ik heb echt mijn best gedaan. Maar die naam is een beetje moeilijk. Beter had het niet gekund in deze week. Ik wil je ook feliciteren met de Internationale Dag van de Vrouw. Dank u. Ja. Likewise. En ook eigenlijk daarbij zeggen dat ik denk dat toch nog steeds balans tussen man en vrouw de beste manier is om alle problemen aan te kunnen. Dat is echt belangrijk. Zonder dat ze vinden dat we alleen klagen. Ja, precies. Klopt. Anders komen we er niet. Klopt. Suzanne, hartelijk bedankt voor het leuke gesprek dat ik met jou heb mogen hebben. We hebben je een beetje beter leren kennen. Maar het thema centraal, dus vrouw zijn stond centraal. Ik vond het leuk om jouw perspectief te horen. Hartelijk bedankt. Hopelijk komt de boodschap op de juiste plek aan. En ik zeg, zet het goede werk dat je aan het doen bent met de moeilijk lerende kinderen vooral voort. Zeker weten en hartelijk dank. Dankjewel, graag gedaan. Tot zover het gesprek met Suzanne over de Internationale Dag van de Vrouw en haar standpunt. Hoe het uit of keer, elke vrouw heeft een stem. En vandaag in Q-Time mocht Suzanne haar stem laten horen tijdens dit kwartiertje waarin ik wat quality time met haar mocht doorbrengen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.